Hallo en welkom bij de uitleg over de Binas-tabellen van biologie. Ik leg niet alle Binas-tabellen in één filmpje uit, want dat zou een beetje lang duren. In het filmpje doe ik eigenlijk een onderwerp, de Binas-tabellen van een onderwerp een beetje bundelen met elkaar. En dan leg ik ook niet alle tabellen uit, maar vooral degene die wel een beetje extra context kunnen gebruiken. En in dit filmpje leg ik wat meer uit over de Binas-tabellen die bij de bloedsomloop horen. Die vind je vooral in tabel 84. Het kan fijn zijn om je eigen Binas erbij te pakken om mee te kijken, want dan zie je het net iets beter dan op mijn kleine schermpje. In deze Binas-tabel kun je eigenlijk de verschillende fasen van het samentrekken van het hart kun je zien. Je ziet hier de boezemsystole en de kamerdiastole als eerste. En dat betekent dat de boezems die zijn aan het aanspannen en die duwen dan eigenlijk al het bloed vanuit de boezem de kamer in. Vervolgens krijg je de kamersystole en de boezemdiastole. Dan gaan de kamers dus aanspannen en die duwen al het bloed de slagaderen in, dus de longslagader en de aorta. Je ziet dan ook dat de kleppen tussen de boezem en de kamer die worden dichtgeduwd, dus het bloed kan niet de verkeerde kant op gaan. De boezem is op dit moment ontspannen, vandaar de boezemdiastole en kan alweer volstromen met bloed. En dan hebben we de boezem en de kamerdiastole, dan is eigenlijk het hele hart ontspannen. Dus het bloed kan de boezem instromen en de kamer in, maar de kleppen tussen de kamer en de longslagader en de kamer en de aorta zijn wel gesloten om te zorgen dat het bloed dat daarin zit niet terugstroomt het hart in. Nou, hoe wordt dan precies ervoor gezorgd dat het hart zich gaat aanspannen op de juiste momenten? Dat staat in deze Binas-tabel. Je ziet dat er eigenlijk een impuls ontstaat in de rechterboezem, in de pacemaker. En die verspreidt zich dan vanuit de rechterboezem eigenlijk al snel over ook de linkerboezem. En dat is net zoals wanneer je schrikdraad aanraakt. Hè. Als er een impuls komt, een elektrisch stroompje, dan spant het aan. Dus dan krijg je dat die boezems aanspannen. Dat is wat je hier in dit plaatje ziet. Als je naar een hartfilmpje kijkt, dan is dat soort van het kleine heuveltje in het hartfilmpje. Vervolgens heb je een AV-knoop. Die vertraagt eigenlijk de impuls. Want anders, wat er zou gebeuren, is dat die impuls van boven naar beneden zou gaan. En dan zou de kamer van boven naar beneden aanspannen. En dat is niet handig. Dus de impulsen die gaan door naar de bundel van His. En daar ontstaat eigenlijk een nieuwe impuls die van beneden naar boven door de beide kamers gaat, waardoor de kamers aanspannen. Nou, dat zien we hier. En als die kamers aanspannen, van beneden naar boven wordt het bloed in de longslagader en de aorta geduwd. En dat is in dit plaatje, in het hartfilmpje, is dat aanspannen van de kamers is de grote piek. En dan heb je even een rustmoment en dan begint het weer opnieuw. Dan op het moment dat dus de kamers van je hart aanspannen, dan wordt er heel veel bloed eigenlijk in je longslagader en je aorta geduwd. En dat kun je dus ook zien aan de bloeddruk en ook aan de stroomsterkte. Dus je ziet in dit bovenste plaatje zie je in het rood de linkerkamer, de linkerboezem en de aorta, de bloeddruk. En in het blauw is het de rechterkamer, rechterboezem en de longslagader. En dan zie je dus dat op het moment dat die linkerkamer, dat die zich aan gaat spannen, dat dan ook in die aorta de bloeddruk stijgt, omdat er dan heel veel bloed in de aorta terechtkomt. Waardoor de druk op de wanden van de aorta ook hoger wordt. En hetzelfde zie je bij de longslagader. Maar je ziet wel dat die druk in de longslagader een stuk lager is. En dat komt ook omdat de linkerharthelft een stuk gespierder is. En daardoor een stuk harder kan samenknijpen, want dat bloed moet door het hele lichaam heen. Vergeleken met de rechterkamer die alleen maar bloed naar de longen hoeft te sturen. Dus die hoeft ook minder hard eigenlijk aan te spannen. Ja, je ziet ook in dit plaatje mooi wanneer de hartkleppen en de slagaderkleppen openstaan. Dus dat is ook mooi om te zien. Verder zie je de stroomsterkte van het bloed. Nou, niet heel verrassend.
op het moment dat de kamers aanspannen en al het bloed in de aorta en de longslagader wordt gepompt, dan zie je ook meteen dat die stroomsterkte heel erg toeneemt. En daarnaast kun je ook nog het hartfilmpje er mooi bij zien. Dan is er ook een plaatje die laat zien hoe de bloeddruk verloopt in je hele bloedvatenstelsel. Dus we beginnen in de aorta. Die vertakt zich dan in steeds kleinere slagaders en slagadertjes. Totdat je uiteindelijk bij de haarvaten komt. Nou, die haarvaten komen uiteindelijk weer bij elkaar in adertjes. Die komen bij elkaar in aders. En dat komt dan weer bij elkaar in de holle ader. Nou, wat je ziet is eigenlijk dat als je de doorsnede van alle haarvaten bij elkaar zou optellen, dan kom je op een hele grote doorsnede uit. Want de haarvaten zelf zijn natuurlijk heel erg dun. Het heet niet voor niks haarvat. Maar we hebben er zoveel van, dat als je alle doorsneden bij elkaar optelt, is dat dus veel meer dan de bloedvaten, zeg maar, die daar naartoe stromen, bij elkaar opgeteld. En omdat je, je bloed gaat daar dan ook een stuk langzamer stromen. Dat komt gedeeltelijk in de aorta, is nog best wel een hoge bloeddruk. Dat zie je ook in het onderste plaatje. Je ziet zelfs dat in de aorta kun je nog een beetje de hartslag herkennen. Elke keer als het de kamers aanspannen, dan zie je dat het bloed in, de bloeddruk in de aorta ook een beetje omhoog gaat. Maar naarmate de afstand van het hart groter wordt, wordt de bloeddruk minder hoog en gaat de snelheid ook omlaag. En als je in een haarvat terechtkomt, één haarvat is best wel dun. Dus dan gaat het bloed ook langzamer stromen, het heeft minder ruimte. En dat is belangrijk, want in de haarvaten vindt uitwisseling van stoffen plaats tussen de haarvaten en de weefselvloeistof daaromheen. En als het bloed langzaam stroomt, dan gaat dat een stuk makkelijker. Je ziet de bloeddruk, die blijft eigenlijk na de haarvaten laag in de adertjes en in de aders. Maar de stroomsnelheid gaat wel weer een beetje omhoog. Dat is natuurlijk ook belangrijk, anders dan zou je bloed bijvoorbeeld vanuit je voeten niet meer terug kunnen komen naar je hart. De manier waarop dat lukt is doordat de aders, die liggen vaak of naast slagaders, die dus zorgen voor beweging, voor druk, of naast spieren. En dat zorgt ervoor dat dat bloed toch nog gaat stromen. Nou, ik had het net al heel even over die weefselvloeistof. Wat er dus gebeurt, je ziet hier een haarvat eigenlijk. Je ziet hier het bloed binnenstromen in het haarvat. En dat komt dus vanuit kleine slagadertjes waar nog best wel een beetje bloeddruk is. En hier zie je het bloed wegstromen uit het haarvat. En dan gaat het dus naar de adertjes toe. Als het bloed de haarvaten binnenkomt, dan is de bloeddruk dus relatief hoog. En daardoor wordt het bloedplasma, dat wordt naar buiten toe geduwd. En op het moment dat het bloedplasma uit het haarvat is en in het weefsel zit, dan wordt het weefselvloeistof genoemd. Ook al is het nog steeds exact hetzelfde. De bloeddruk die wordt steeds lager naarmate je verder komt in dat bloedvat. En op een gegeven moment dan is de bloeddruk lager dan de osmotische waarde van de omgeving, waardoor er geen bloedplasma meer naar buiten toe stroomt. Maar wat er dan wel gebeurt is, heel veel bloedplasma is het haarvat uitgestroomd. Dus wat er in het bloedvat achter is gebleven, zijn vooral opgeloste stoffen. En vooral heel veel eiwitten. Rode bloedcellen, bloedplaatjes, zijn allemaal eiwitten. Dus de osmotische waarde in dat bloedvat is best wel hoog. En dat wordt ook wel de colloïd osmotische waarde genoemd. Of de osmotische waarde in eiwitten. Dus die is dan in het bloedvat hoog. Hoger dan de omgeving, waardoor vloeistof, weefselvloeistof, teruggaat het bloedvat in. En op het moment dat het in het bloedvat zit, dan noemen we het weer bloedplasma. Zo gaat dat. Een deel van de weefselvloeistof zal niet terugkomen in het bloedvat. Dat komt in je lymfevaten terecht. En dat is weer een hele andere binastabel. Bij deze binastabel hoort ook nog een stukje over de bloedstolling. Je kunt in principe de stappen helemaal uit deze tabel aflezen. Ik ga niet al die verschillende stapjes aan je voorlezen. Maar in principe wat er dus gebeurt is, als er een scheurtje komt in je bloedvat ergens, dan blijven bloedplaatjes daarin hangen. Dus net zoals wanneer je een kapotte stoeptegel hebt, dan blijft er ook troep in hangen.
gebeurt hier ook. En wat er dan gebeurt, doordat dus die bloedplaatjes die blijven hangen, er komen dan allerlei stollingsfactoren. En fibrinogeen wordt dan omgezet naar fibrine. En die fibrine die vormen een soort van draden, die gaan dan ook over die bloedplaatjes heen zitten. En dat maakt een soort van spinnenweb. Nou, daar blijven dan nog wat andere bloedplaatjes en dingen aan hangen. En dan krijg je een bloedstolsel dat ervoor zorgt dat die wond eigenlijk wordt afgedekt. En zo stolt dan je wond en stopt het met bloeden. Dit was de uitleg bij het bloedvatenstelsel.